welkom, dames en heren, bij aflevering 1 van Maroenit. We zijn nog op het startscherm. Ik heb mijn naam ingegeven. Ja, DJ gewoon aan. Laat op dat mooie knopje duwen. En Maroenit gaan spelen. We hebben de uitleg al gehad. En het is een spel waar je dus zeg maar puzzel moet oplossen. Je zit niet. Maar oh, puzzel er. Ja. Het is Engels, maar er stond gietering bij. Dus ik heb een beetje lager gezegd. Ja. I don't remember. Dus dat is vast een onbewoond Nederlands. I don't know how I got here. En we weten niet hoe we hier zijn gekomen. Dus... I don't know who I am. En we weten ook niet meer wie we zijn. En... we weten gewoon niks meer. We weten helemaal niks. We weten niet wie we zijn. Hoe we zijn gekomen. Ja, wie... ja... deze voorwerpen zijn er verstopt. Oké, okay, we moeten dus een houten lepel, een houten hamer, houten lepel, een pauw, een snorkel, een schoen, een glazen fles, een schelpveer, die we dus een sinaasappel kunnen. Het is nodig om het kram mee op te graven. Als je hulp nodig hebt, kunnen we hier klikken. Dus. Oh, daar is de pauw. Wat moeten we nog? Voor de tussenhandel. Een schelp. Wat was dat? Ja, een schelp. De houten hamer. Oh, een koevoet. In een voorwerp voor de hemelsnaam. Boemerang moet hier een schoen. Wat moeten we nog? De houten lepel. Waar is de houten lepel? Oh, even wachten. Niet te vaak liggen. Mag niet. De houten lepel. De snorkel. Die hebben we, ja, we hebben iets gevonden. Klik hier om nog een hout. Dus nu heb ik een kram mee op de kram. Dit is om op te maken. Een veer, een liefweersbeestje en een sinaasappel. Oh, de snorkel hebben we ook gevonden. Dus we moeten nog een glazen fles. Een veer en een liefweer. Ik ga de glazen fles voor de hint. Ik zie wel... welke kans hier nog bonus weer. Ja, we hebben dat terugverdiend, dus ik ga de rest, want het is moeilijk, hè. Het is moeilijk te zoeken te vinden. Nog twee dingen. Die weersbeestje en laat ik ook even... oh, die ligt gewoon niet, oké. We hebben nu een schop waarmee we kunnen graven. En we hebben een koevoet om open te maken. We hebben een boekje gevonden. Als ik mijn geheugen wil terugkrijgen, moet ik mijn gedachten op papier zetten. Dan leg ik meteen vast hoe ik mijn tijd op het einde doorgebracht. Dus zeg maar een dagboek. We hebben de locatie al voltooid. Nou, dat is het echt snel. We gaan per aflevering... oh. This makes no sense. Okay. I wake up on a beach, all alone, and I can't remember a thing. Okay, don't panic. I'm sure my amnesia is only temporary. I'll just keep looking around. Someone has to know who I am. Oké, okay, omdat we nu voor de eerste aflevering zijn, het is een beetje kort. We zullen het strand hebben dus al gedaan, denk ik. Of is er nog wat te doen op het strand? Oh nee, we moeten 15 zonnepanelen zoeken. Oké, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Nee, dat is een blunder. Dat is 12. Nog 3. 13, 14, 10. En dan moeten we nog eentje vinden. Die laatste vind ik helaas niet. Oh, daar. Jammer. We hebben een zonnepaneel, oké. Okay. We hebben een zonnepaneel. Let op. Dit omlijnd voorwerp. Op de huidige locatie is een schroefdraaier te vinden. Oh, hier gebruik je inderdaad wel goed. Oké, er is ergens een schroevendraaier. Oh, hier. We hebben hem. Dit voorwerp is vaag. Oké. Okay. We trainen de kaart. Dit is het deel waar we op vastzitten. Het is redelijk groot. En dit is ons dagboek. Misschien nog even het boordhuis bekijken voor deze aflevering. Oké, okay, we moeten zoeken naar items. Dat is al één ding. Dat is al twee ding. Touw is handig om ergens aan te haken. Hoefijzer moeten we vinden, hoefijzer. Ah, de zonnepanelen. Hier mis een paneel.
voeg ik toe. En dan stroom is kapot. En daar hebben we de tape voor nodig. Wat is dit dan? Kan ik dit openmaken? Wat is dit? Voor deze computer heb ik stroom en een wacht nodig. We gaan wel even verder met het zoeken naar de rest. Oh, hier is de kip. De kip, dit, dat, pizza, het hoefijzer, pak het, het wasbord, wat is een wasbord? Wat de fuck is een wasbord? Hier, een vliegenierspul, een bril van een vliegtuigpiloot. De banaan, het banaantje, wat is het banaan? Kunnen we dat eten ofzo? I don't know, het wakwoord, oh, dit is een wakwoordcomputer. Oké, we moeten nog een paar dingen vinden. Ik moet alleen nog het wasbord. Maar wat is dat? En what the fuck is een wasbord? Ik vind het niet. Oh, dag op de dag. Oké, we hebben het wakker voor de computer. Maar nu moeten we dus nog stroom vinden. En de haak is hier ook ergens verstopt. En ik moet hem vinden. We gaan de haak aan het touw hangen. Touw en de haak. En we moeten nog een plakband zoeken. De tape moeten we nog vinden. Die zal op het strand nog wel liggen. Maar we hebben geen bonuspunt. Oh, we hebben nog één bonus. Hebben we nog. Dus dan moeten we even kijken. Ik vind hem echt niet. Dit is echt. Oh ja, de aap zit erbij. Dus. En nu moet ik de tape vinden. Oh, touwtjes. Pak de rugzak. Wat zit er in de rugzak? Dat ben ik. Ik heet Mac Macy Black. Hoe ik hier ben gekomen en waarom blijft een raadsel. Ik wil meer aanwijzingen vinden. Sommige wapen. Oké, de plakband ligt in de tas. En we hebben de locatie weer gegooid. Yes! Epa. Tweede locatie voor deze aflevering is voltooid. Vraag het verder? Nee. Dan gaan we even naar het boerhuis terug. Dan kunnen wij de stroom even plakken. En de computer. Er is hier een boot als ik hem aan de praat krijg. Kan ik van dit eiland afkomen? Dat moet ik even onderzoeken. Nou, we hebben drie locaties voltooid op één aflevering. Wat leuk. Volgende aflevering gaan we het zwaar. We gaan even kijken. Vraag het verder. Macy Black. So I know my name, but I still don't know anything about who I am or how I got here. This island is beautiful, but there's something off about it. Where is everybody? Weet ik niet. I need to check out that boat. It might be my only way off the island. Ja, we hebben dus een boot die ligt ergens hier in de grot ligt de boot. Maar de volgende aflevering gaan we eens op verkenning bij. Hier ligt zelfs een wrak. Ik zie, we gaan naar de grot volgende aflevering. We gaan naar het junglepad en terug naar het boothuis. Eén druk boven nu. Dus dat is normaal. Speelde druk. Gaan we normaal gezien verder. Ik ga even uitchecken. Ja. Dames en heren, dit was aflevering 1 van Maroon. Hopelijk vonden jullie het leuk. En voor meer, doe een blauw duimpje omhoog. En volgende week komt sowieso een nieuwe aflevering van Maroon. Ik zie trouwens een vuur, denk ik. Dat is ergens vuur. Maar waar precies, I don't know. Dames en heren, wij gaan hopelijk ooit van dit eiland afkomen. Zo niet, dan hebben we een serieus probleem. Ik dank jullie voor het kijken en tot de volgende keer.